Ja, dames en heren, daar zijn we weer. De vorige video over de icon swaps werd goed bekeken. Er waren goede reacties op, leuke reacties. Dus ik dacht, jongens, ik als ervaren rot ga ook mijn wijsheid, hoe moet ik het uitleggen? Mijn FIFA-specialiteiten, mijn kennis overbrengen naar jullie kijkers. En daarmee ga ik uitleggen voor welke icon swaps jij echt moet gaan en welke echt niet. Echt niet. En dan ook echt niet. We hebben het scherm ook gewoon lekker voor ons. Dit is een video, jongens. Ik ga hem heel rustig lekker editen. Het is een rustig video. Het wordt niet met flitsen, boom, bas. Gewoon een lekkere, chille video waarin ik ga uitleggen per speler welke je kan halen, of die het waard is en welke combinaties natuurlijk. Dat is wel heel erg belangrijk, want kijk, we hebben Bobby Moore hier in beeld. We hebben Frank Rijkaard. Die zijn allemaal maar 5 icon swaps. Die kan je nu al halen, want je kan nu al 6 icon swaps doen. Ik zal het wel even laten zien. Dat is misschien wel leuk, hè. Dan heb je ook een beetje een idee waar we over praten. Kijk, deze twee kan je nu al doen. Waarschijnlijk kan je ze nog maar 14 dagen doen. Dat zie je linksboven, 14 dagen. Deze video wordt een soort documentaire, jongens. Zo moet je het zien. Dit is een soort documentaire. We gaan eerst even alle icons één voor één af. Ga ik een beetje kort over vertellen wie ze zijn, wat ze doen, waarom ze überhaupt een icon zijn. En daar ga ik de mooiste combinaties even laten zien van die of pad, die daar. Druk even allemaal sowieso even het duimpje omhoog voor deze video als je denkt van hey, dat waardeer ik, dat vind ik leuk. En vergeet ook even niet te abonneren, jongens, dat is ook belangrijk. Ik wil echt 70.000 abonnees, dus druk zeker ook even die abonneeknop in. Goed, we gaan verder, dames en heren. We beginnen met de eerste icon swap en die kost maar slechts 5 tokens. Moeten we het hier lang over gaan hebben? Deze man heeft heel lang voor West Ham United gespeeld. Maar het is een best wel leuk kaartje eigenlijk, alleen ja, het nadeel is, hij kan niet lopen. Dus heel eerlijk, deze icon gaat denk ik niemand nemen. Bobby Moore, kunnen we een kruis voor zetten. Oké. Frank Rijkaard, kijk, dat is wel een hele interessante, jongens. Kijk, Frank Rijkaard, zijn mid-icon en zijn prime-icon zijn echt leuke kaartjes. Maar dit is natuurlijk zijn baby-versie, hè. Ja, dat is zijn baby-versie. En ja, er zijn gewoon 2 dingen heel erg nadelig aan deze kaart. Daar moet je echt heel erg rekening mee houden. Dat is 1, zijn snelheid is gewoon heel erg slecht. En 2, zijn uithoudingsvermogen voor een CDM is gewoon niet goed genoeg. Ik heb Guardiola als CDM uit de vorige icon swap. En ik werk gewoon na 90 minuten, vooral als verlenging is een weekly spannende potten. Hij houdt het niet vol. Ik heb daarom nu ook Sissoko en Kanté. Futmus Sissoko zelfs. En die twee kan je gewoon de hele wedstrijd gewoon laten staan. Je hoeft er niet meer naar om te kijken. Dat is zo irritant als je bij een CDM moet gaan kijken of je hem gaat wisselen. Want je wilt juist aanvallende wissels brengen. Weet je, de linksbuiten, rechtsbuiten spits of de kam. Maar niet een CDM. En bij Frank Rijkaard moet jij hem dus als CDM gaan wisselen. Ja, vaak wel in de laatste 10 minuten misschien. Kan je hem zelfs wisselen de laatste 15 minuten. Of zelfs in de verlenging. Verlenging haal ik ze meestal zo uit. Dus dat is zonde. En zijn pace is niet zo heel goed. Hij is ook een beetje lomp, zijn balans en zo. Dus ja, ik denk dat je heel erg spijt van deze kaart krijgt. Hij heeft ook niet een goede passing. Kortom, het is een leuke speler. Alleen ja, als de snelheid en uithoudingsvermogen iets beter waren, dan had ik het wel willen aangaan. Maar nee, niet doen. Bobby Moore dus niet, Frank Rijkaard niet. Fernando Hierro. Best wel een leuk kaartje als we naar zijn stats kijken, weet je. Daar kunnen we gewoon over eerlijk zijn. Zijn versnelling is best prima. Zijn verdediging is ook ziek. Hij kan heel goed koppen. Is niet heel erg belangrijk in deze FIFA. Het is wel belangrijker geworden, maar minder belangrijk als vorig jaar. Is het iets waar je echt op moet gaan letten? Ik vind het heel erg chill, maar ja, het blijft een apart speler. Ik heb hem gebruikt en Baby Koeman. Maar ik vond hem niet echt heel erg opvallend. Dat komt gewoon, hij is niet heel erg snel. Dat vond ik wel een groot nadeel. Ik vond die 89 versie van hem, die is best wel goed. Die is oprecht echt goed. Maar zijn 86, het is een 86 rating, weet je. Voor hem kan je Varane of Sergio Ramos, die zijn veel beter dan hem. Hij kost maar 6 tokens, maar alsnog zou ik hem ook niet doen. Ik vind deze tokens het allemaal niet waard. Edwin van der Sar, dames en heren. Ja, daar kunnen we kort of lang over praten, dames en heren. Edwin van der Sar. Maar ja, dat is gewoon wel een hele leuke speler voor maar slechts 6 tokens. Het is ook nog eens een mid-versie. En die schijnt vorig jaar dus een van de beste te zijn geweest van FIFA 19. Ga jij straks meerdere icons kiezen, dan is van der Sar echt een prima optie. Hij kost dus ook maar 6 tokens. En het chillen is dus als jij gewoon straks iemand kiest van nog 12, 14, 16. Dan heb je gewoon 2 icons. En een doelman die je het hele jaar kan gebruiken. Want Van der Sar is echt de beste doelman van de icons. Misschien met Yassine. Dus heb je Ter Stegen, Van der Sar, Yassine. Dat zijn de enige keepers ook die bijna worden gebruikt op dit moment. In E-divisie, WK-clubs, noem het maar op. Van der Sar hoeft niet lang over praten. Is een prima optie. Dan gaan we door naar Raul, jongens. Raul. En ja, een leuk kaartje.
Maar denk ik ook niet een kaart die je heel lang gaat gebruiken. Ik moet zeggen, ik vind zijn statistieken best leuk. 85 uithoudingsvermogen, kan ook goed koppen. Hij heeft 4 ster weak foot, weet ik. 4 ster skill moves. Hoog aanvallend werktempo. Ja, dit is niet een heel slecht kaartje. Ook als we kijken naar de coins, 10 coins. Dat is op zich nog wel te doen. En wat natuurlijk wel heel erg chill is, hij kost maar 10 tokens. En het is een mid-versie. Het is alleen als ik kijk naar ja, de spelers zoals ik speel. Ja, ik weet niet zo goed waar ik hem moet zetten. Hij is net te sloom op de flank. En voor op nummer 10 weet ik niet of ik een Raul zou gebruiken. Ik zou hem denk ik dan eerder als diepste spits gebruiken. Maar op zich, deze kaart gaat nog wel. Ik snap als je hem gaat combineren straks, dat dit wel een speler is die jij kan gaan gebruiken. We gaan even door naar Koeman, dames en heren. Koeman, deze is gebruikt door het nare joch. Ik heb hem echt veel zien gebruikt worden, maar ik heb zijn babyversie gebruikt. Ik heb deze versie nooit gebruikt. Maar dit lijkt mij niet een hele chille CV. Hij kost ook maar 10 Icon Swaps en dat is vaak wel een teken. EA doet dat natuurlijk slim. Ze weten welke spelers heel goed zijn en welke niet. En ik vond Koeman niet een echte centrale verdediger. Ik vond Koeman meer een, ja, een CDM of zo. Ik weet niet of een CM, maar ik vond hem geen centrale verdediger. Als je hem haalt, zou ik hem eerder misschien wel echt als CDM dus gaan gebruiken. Maar als CV, ik weet niet. Hij komt ook net die snelheid tekort. Je moet gewoon eigenlijk minimaal 80 plus... centraal achterin hebben. Ja, kan natuurlijk eentje die heel snel zijn Militao bijvoorbeeld en een Koeman naast elkaar. Dat zou prima kunnen, maar ja, het is niet een speler waar ik direct voor zou gaan. Hij is echt goed, dat weet ik zeker. Alleen ja, of ik hem voor zou gaan, ik weet het niet. We schrijven hem wel sowieso op voor de leuke combo's, want daar komen we dus op het einde mee welke spelers wij gaan combineren. Dan gaan we door naar Clarence Seedorf. En deze kaart heb ik vorig jaar gelijk als een van de eerste Icons in FIFA 19 gekocht. En dit is echt een hele goede kaart. Hij heeft 4 sterren zwak been, 4 sterren skills, hoog aanvallend werktempo en verdedigend dus. Maar dit is echt een goede kaart, jongens. Deze kaart, die, ja, dat is een allrounder. Zijn passing is goed, zijn fysiek is goed, zijn dribbel is goed. Dus hij kan goed verdedigen op zich. Het is eigenlijk een soort Pogba, alleen dan net iets van alles meer. En vooral zijn snelheid is wel heel erg chill. Hè? En 86 uithoudingsvermogen is belangrijk als je hem als CDM bijvoorbeeld in 4-2-3-1 of 4-4-2 gaat gebruiken. Als ik dan kijk naar de kaartjes die we tot nu toe hebben gehad, vind ik dit tot nu toe echt de beste, samen met een Van der Sar. Ik zou eerder, als je 10 swaps moet gaan inleveren, zou ik eerder voor Seedorf gaan dan voor Raul en Koeman. Maar goed, dat hangt er ook heel erg vanaf als je hem gaat halen, dus wie je nog meer gaat combineren. Goed, Robert Pires. Is dat een speler die je gaat gebruiken? Wordt heel weinig gebruikt. Hij heeft best wel leuke statistieken. Is best groot. 4 sterren skill moves. 4 sterren zwak been. Is ook best wel rap voor lek op de flank. Het is een hele goede kaart zo, als je zo naar hem kijkt. Maar het nadeel is in deze kaart, je kan hem ook echt, denk ik, alleen als vleugelspeler gebruiken. Want als je kijkt naar zijn schotkracht en afstandsschot, dat is niet heel erg goed. In dit spel moet je wel echt iemand hebben voor het afmaken die een lekkere schot geeft. Tweebenig is of wat dan ook. Maar hij is wel, ja, een speler die eigenlijk perfect is gemaakt voor op de flank. Hij is natuurlijk ook een LM. Maar je moet niet verwachten, denk ik, als je hem op 10 of in de spits zet, dat hij heel veel doelpunten gaat maken. Dus wil jij dat risico lopen dat je hem haalt, maar dan puur voor op de flank? Prima. Maar ik denk niet dat ik deze speler kan aanraden aan jullie, dat je daar heel lang plezier van hebt. Oké, jongens, dan gaan we naar Nakata. En die kost 11. Zo, die is zelfs duurder. Wat de hel? 4 sterren is ook bij een 4 sterren skill moves ook. Oké, prima. Hij is zelfs duurder. What the fuck dan die andere jongens? Oké, ja. Lijkt me helemaal niet een speler die je voor 11 coins gaat halen. Ik heb hem wel eens gebruikt in de drafts vorig jaar in FIFA. FIFA 19 wel eens met hem gespeeld. Zijn babyversie bij Koen geprobeerd. Maar ja, dit lijkt mij niet een speler, jongens, die je 11 Icon swaps voor gaat inruilen. Dus 11 tokens. Daar ga je niet 11 tokens voor zo'n speler als hem ja, inleveren. En dat komt in dit geval door hem. Ja, hij heeft eigenlijk alles wel wat, maar niet ook weer niet. Hij is niet heel snel. Zijn afmaken en positieaanval is echt dramatisch. Of nou, dramatisch, maar voor een speler op zo'n positie wel. Ik weet niet, ja, het gewoon... Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Toch als het over Nakata hebben, sorry. Maar ja, daar zie je niemand mee lopen op een gegeven moment meer. Kortom, Nakata, ja, 11 swaps. Nee, dat zou ik ook niet aanraden. Net als Pires, leuke speler, maar goed, ben je snel op uitgekeken. Socrates, vorig jaar jongens, met Socrates. Dat was dan zijn prime. Oh, wat was dat een kaart. Maar deze kaart, ja... Raar dat deze 11 tokens kost. Als je dan kijkt naar Seedorf van Koeman en zo. Het is een leuke speler. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde rijtje als Nakata en Pires en zo. Ja, 80 pace van Kam. Ja, je gaat hem daar niet lang gebruiken. Het is een goochelaar. Het is een grappige speler. Tweebenig. We kunnen even statistieken erbij pakken. 4 sterren skill moves. Hij is lang. Maar in dit spel is dat niet heel erg chill. Het zijn lenigheid en balans, jongens, is dramatisch. En zijn prime versie zal nog best wel leuk zijn in deze FIFA. Hier ga je niet de oorlog mee winnen. En 11 tokens vind ik veel te veel voor een Socrates 87. Zou ik ook niet aanraden. Dan gaan we naar een best wel leuke speler. Sambrotta 86. Ja,
De speler die het meest wordt gebruikt wel, denk ik, om te flanken in de professionele wedstrijden. Sam Brotten, dit is wel echt een speler waar ik misschien voor zou gaan. Dat is een hele leuke speler. 91 pace, 82 defense. Dat is niet heel denderen, maar goed, aan de flank is dat prima. Hij is sterk, lekker agressief, uithoudingsvermogen goed. En wat leuk is dus, 5 sterren zwak been en 4 sterren skill. Dus je zou hem nog ook als linksback kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk ook zijn mid-versie. Ja, zijn mid-versie is linksback. Hij komt wel veel op naar voren, dat zie je heel veel. Maar het is echt een hele leuke speler. 11 swaps, jongens, zou ik deze echt wel kunnen aanraden. Het is 11, ja, dat is leuk. Want als je hem dus haalt, zou je dus ook nog een Seedorf-Volt kunnen halen. Of een Koeman, dat is ook wel grappig. Dan heb je gewoon nog 3 tokens over zelfs. Daar kan je niemand van halen. Oké, maar hoef je dus ook maar de 21 te halen. 10 plus 11 is 21. Goed onthouden, deze is echt wel een aanrader. Dit, ja, is wel, als je niet voor de beste straks gaat voor eentje van 23 tokens of wat dan ook, dan zou ik echt Sam Brotten misschien wel halen. Kan je het hele jaar door nog gebruiken. Luis Figo, rechtsbuiten, die kost 13 tokens. Dat betekent dus ook dat je hierna nog een andere token kan halen als je Luis Figo gaat halen. Maar dit is ook een hele leuke speler. Ik heb zijn CAM-versie dit jaar gebruikt. Dat is volgens mij 88 rating. Die was wel heel goed, maar dit is echt een goede speler, jongens. Dit is een speler die je ook wel lang kan gebruiken. Ik weet niet of je hem het hele jaar gaat gebruiken. Ik zou niet zo snel een linksbuiten of een rechtsbuiten misschien hiervan halen. Ik zou hem niet aanraden. Dit is een hele goede speler. 4 sterren is wat ik ben, 4 sterren skill moves. Hij is echt goed, maar ja, ik weet niet of ik hem zou kiezen. Hij is wel heel snel, maar ook weer niet heel bijzonder snel van aan de flank. Het is een goede dribbel heeft hij. Hij heeft gewoon heel veel wel. Maar ja, het is een beetje een Robert Pires verhaal. Een beetje een Nakata verhaal. Goede stats, leuke speler. Beter wel echt serieus dan die andere die ik net opnoemde. Alleen ja, of je hem heel lang nog gaat gebruiken op die positie. Ik denk dat op een gegeven moment gewoon betere spelers zijn die je straks gaat kan krijgen. Maar goed, je kan hem combineren. Je kan zeggen, ik haal Sam Brotten en Figo. Heb je precies 24 tokens, heb je wel 2 vette icons. Zo, daar zijn we. Ondertussen ben ik heel even mijn lasagne aan glaasje melk aan het nemen. Het is alweer 7:30 en ik heb weinig gegeten. Oké, dames en heren, we gaan door naar 14 benodigde icon swap tokens. En dat is niemand minder dan Sol Campbell. Hele vet speler vond ik dit vorig jaar in FIFA 19. Toen was hij al best wel goed, maar dit jaar vind ik hem echt heel erg vet. Statistieken liegen er niet om. Hij is snel. Het is een tank achterin, 95 kracht. Kan bizar goed koppen, verdedigen. Goede zelfbeheersing voor verdedigen, ook nog prima. Enige nadeel is, hij kan heel erg lomp overkomen en hij kan niet pasen. Hij kan echt niet pasen. Hij kost wel 14 tokens, maar dat is ook weer een voordeel. Jij kan deze dus combineren met een Raul, Seedorf, noem het maar op. Iedereen onder de 10 tokens die gewoon best wel goed zijn, kan je gewoon gebruiken. Je kan zelfs Campbell gaan halen samen met Koeman. Dan heb je 2 zieke centrale verdedigers. 2 icons die gewoon best duur zijn. Achterin. Pat. Klaar. Boom. Hoe ziek is dat? Dat je dus gewoon 2 centrale verdedigers nogmaals kan gebruiken. Ik vind dit wel een van de meest opvallende die ik gelijk eruit zag springen. Dat ik dacht van, hey, ziek. Die wil ik misschien wel ook voor het aantal coins. 14 tokens en dan heb je gewoon een 89 Campbell. Oké. Gary Lineker. Ja, Gary Lineker. Wat moeten we daarover zeggen, jongens? Zijn skill moves zijn slecht. Zwak been, oké. Hij kan ziek afmaken, maar ja, dit is niet een speler die je voor zoveel tokens gaat halen, dames en heren. Dat weet ik zeker. Hij kan niet goed pasen en dat is wel echt heel dramatisch bij hem. Dat is niet chill. Een speler moet wel minimaal 80 pas, vind ik, hebben om voorin een beetje te kunnen functioneren. Alleen daarom zou het dan niet heel chill zijn. Uithoudingsvermogen is prima, maar die skill moves niet kunnen pasen en ja, het complete plaatje eigenlijk bij hem. Ik zou het niet doen. Helemaal niet voor 14 tokens. Dat is echt veel, hoor. Ik zou deze speler niet aanraden. Ook niet combineren. Nee, gewoon niet doen. Oké, dames en heren. Dan komen we bij de volgende speler. En dat is Laurent Blanc. Een rare speler als je hem zo ziet. 85 rating. En ja, het is natuurlijk een goede bekende centrale verdediger. Ook in FIFA 20, 19, 18 al. Maar ik weet niet hoe lang hij er al in zit. Maar ja, daarin wordt hij natuurlijk het meest gebruikt. Maar ook deze mid-icon wordt dit jaar in FIFA 20 veel gebruikt. Vorig jaar viel het wel mee, ben je best wel snel op hem uitgekeken, maar dit jaar is hij bijzonder goed. Het is eigenlijk een alles en niet kunnen. Hij kan niet heel bijzonder verdedigen, hij kan niet heel bijzonder fysiek is hij. Hij heeft wel goed uithoudingsvermogen, maar ja, hij is eigenlijk een alles net niet. Maar toch is hij wel populair en hoe kan dat dan? Waarschijnlijk omdat hij gewoon toch wel best lang is aanwezig. Hij kan schieten, hij kan eigenlijk alles dus ook wel een beetje. Alleen, ja, het is wel een 85 rating. Dat blijf ik altijd toch wel onthouden. Zijn stats zijn heel goed. Hij kan alles. En een nadeel vind ik dus als je deze kaart haalt, is dus dat je niet meer zijn centrale verdediger positiekaartje gaat halen. Die eigenlijk veel beter zijn straks voor hem. Ik denk dat het wel een leuke speler is
voor nu. Maar ik denk dat je er ook best wel snel op uitgeeft. Laat het zo zeggen, stel hij had nu gewoon 85 defend op zijn kaartje of zo. Dan was hij fucking lui geweest. Dan had je hem echt gewoon het hele jaar kunnen gebruiken. Maar toch heb je straks weer spelers die beter in defend zijn. Ja, het is toch een CDM, denk ik, als je gebruikt. Lastig. En hoeveel tokens is die? 14. Ja, je zou hem kunnen doen. Dat is wel vet. Samen met dus een Seedorf, een Koeman. Even de spelers die ik met 10 tokens het beste vond. Heb je wel twee hele vette spelers. Maar of ik Blanc zou doen? Nee. Hij is wel heel goed hoor, buiten dat. Hij is dus gewoon heel goed. Dus echt een goede speler. Ik wilde hem laatst dus gewoon nog kopen. Alleen, ja, of ik hem voor de SBC zou gebruiken? Ik denk het niet. Gaan door het mid-Ike pakket. Ja, dat is toch wel iets leuks ook hoor. Dat kost wel 18 tokens. Maar ja, goed, daar kan je Gullet uit krijgen. 90 Gullet. Zoveel bizar goede spelers. Ik weet niet of ik er 18 tokens voor over zou hebben. Ik zou eerder die SBC misschien doen met coins. Die is straks ook weggekomen. Ik heb twee keer die base-Icon SBC natuurlijk gedaan. Dat ga je straks ook krijgen van de mid-Icon SBC waarschijnlijk. Kost ook ongeveer waarschijnlijk, denk ik, gewoon straks 700.000 coins. Ik denk dat ik dat eerder zou gaan doen dan dat ik al die moeite voor al die tokens zou sparen voor een speler die je straks niet eens kan gebruiken. Stel inderdaad, er komt dan zo'n mid Nakata of wat dan ook uit. Dan denk je van ja, what the fuck. Misschien heb je al 2-3 hele goede untradable centrale verdedigers en dan krijg je er weer een bij. Ja, dan word je helemaal gek als je dat gaat doen. En je hebt al die munten en tokens bij elkaar opgespaard voor 18 stuks. En dan krijg je zoiets slechts. Ja, dan word je helemaal gek. Ja, het is grappig. Misschien als je een heel goed team hebt, heb je de scheid aan. Maar dan moet je wel al die moeite erin steken. En al die scheidsquad battles spelen. En rifles en alles. En ik denk niet dat ik het ervoor over heb. Als ik dan al die moeite heb gedaan, wil ik ook weten van ja, nou, dan ga ik inderdaad voor Laurent Blanc en Koeman of zo. En ja, ik denk toch niet zo snel voor dat mid-Ike pakket. Ik vind het heel vet. Ik zou hem eerder wel doen als het gewoon een coins SBC is. Maar niet, denk ik, voor die tokens. Dan gaan we naar de twee 19 token spelers. En dat is Hernandez, de eerste van. Dit is toch een heel leuk spelertje, hoor. Dan onderschatten mensen toch in hoe goed Hernandez is. Het is echt een hele leuke speler. En ze hebben bewust, denk ik, hem ook op 19 gezet. Want anders was hij heel vet te combineren met een Van der Sar bijvoorbeeld nog voor 6 tokens. Je kan hem trouwens wel combineren met 2 van 5. Maar ja, die zijn niet heel goed. Maar goed, Hernandez. Ja, zijn statistieken. Enige nadeel is aan deze kaart, heel erg vind ik, hij heeft een zwak been van 3. En dan daardoor ga je dus altijd naar zijn rechtervoet. Voor de rest is hij eigenlijk wel heel erg prima. Te pasen kan beter. Maar ik weet niet waar jij hem het liefst zou gebruiken. Ik denk als ik hem zou halen, dat ik hem op de flank zou zetten. Dus dan vind ik pasen minder belangrijk. En linksbuiten en rechtsbuiten mogen voor mij ook iets minder kunnen pasen. Het gaat mij meer echt om dat de spits en de kam of een 4-4-2, dat de twee spitsen goed met elkaar kunnen combineren en de vleugels kunnen opzoeken als het moet. De vleugels, als die een 74 paas zoals dit hebben, een korte paas, een lang paas, op zich nog wel prima hebben. En anders is het echt wel een leuke speler. Lenigheid, balans. Kan ook nog koppen en springen. Dus ja, het is een prima speler. Dit is echt een prima speler. Een hele leuke speler. Die kun je echt heel lang gebruiken. Ik denk alleen niet dat ik ervoor zou gaan. Ik denk dat jij Hernandez moet halen als jij niet een heel goed team hebt. Dat Hernandez echt een van je betere spelers gaat worden op dat moment. Maar voor mij, ja, ik zou hem persoonlijk niet halen, maar ik zou het je wel kunnen aan. Raden. Het ligt een beetje aan wat voor team je hebt. Oké, jongens, dan gaan we naar Prime John Barnes. Ik heb vanmiddag even zijn statistieken nog beter onderzocht. En ja, het valt me toch wel op dat hij bijna niet wordt gebruikt. Natuurlijk is de Prime nu net uit. 87 rating kaart ziet er nog wel, ja, best wel goed uit. Dus ik snap niet echt waarom ik die niet bijna voorbij zie komen. Kost ook maar 4,5 ton volgens mij zijn 87 rating. Dus ja, het is een leuke vleugelspeler. Het is, ja, ik snap wel de redenen waarom mensen hem niet zouden halen. En dat is waarschijnlijk omdat hij niet heel snel is voor de flank. Wel 90 pace, maar ja, niet de allersnelste. Hij kan volgens mij een beetje lomp aanvoelen door zijn balans. Maar voor de rest, ja, zijn uithoudsmogen, zijn kracht. Ze afmaken, zijn schotkracht voorzetten. Ja, het is allemaal goed, weet je. Er is eigenlijk niks op aan te merken. Misschien dat zijn snelheid en balans, dat het ja, meest slechte is dan voor hem. We kijken even naar zijn zwak been en skill moves dus ook goed. Hoog aanvallend werktempo, hij is best lang. Ja, dit is niet een hele verkeerde speler hoor. Zijn Prime versus John Barnes. Dat is ja, best wel een aanrader. Alleen het aandeel is 89 rating en een linksbuiten. Ik zal niet voor deze speler gaan. Maar dat komt meer omdat ik er niet echt het vertrouwen in heb dat het een speler is die ik heel lang zal gebruiken. Maar ja, het is geen slechte speler, dat zeker. Oké, jongens, dan komen we bij de kanonnen. 20 tokens voor Alessandro Del Piero. En dat is wel een speler, denk ik, die heel veel gekozen gaat worden. Del Piero, jongens, vooral zijn 87 kaartje is natuurlijk een fenomeen. Die is meest bekend. Die heeft 88 pace. Maar deze kaart is ook echt heel erg ziek.
Denk de ideale spits en kam als je hem wilt gebruiken. We kijken even naar zijn zwak been. 5 sterren zwak been, dat is wel algemeen bekend. 4 sterren skill moves. Een hele zieke speler die eigenlijk al jaren wordt gebruikt door echt iedereen. Zelfs pro-spelers zetten hem in zijn team. Het is een kaart die meestal wel gebruikt wordt door zijn 70 rating en zijn 90 versie. Als ik deze kaart zou gaan halen, zou ik hem denk ik spits of nummer 10 zetten. Ik zou deze kaart niet zo snel aan de flank zetten, omdat het gewoon zonde is. Hij heeft 5 sterren zwak been, dan moet je eigenlijk iemand voor het centrum hebben. En ik zou hem ook niet door zijn snelheid dus aan de flank zetten, omdat het maar 85 pace is. Ik wil echt wel iemand met 3,94 het liefste aan de flank alleen maar rennen en gaan. Ja, lastig. Ja, deze speler is echt goed, jongens. Heel goed. Dit zal denk ik een van je beste spelers worden als jij een matig team hebt. In je FUT team. Alleen, ja, hij kost wel 20 tokens. En dat betekent dus, wat een nadeel is, is dat jij dus geen één andere icon kan halen. Haal jij Del Piero, is dit je enige icon swap die je kan voltooien in dit tweede seizoen. Daar moet je wel goed over nadenken, want er zijn ook hele leuke andere opties namelijk. Je kan dus namelijk ook gewoon 2 hele goede icons halen. Ik zeg maar wat, een Koeman en een Campbell naast elkaar. Een Koeman en een Seedorf, een Campbell en een Seedorf. Dat zijn allemaal opties. Maar daar gaan we straks even naar kijken. Maar goed, Del Piero aanraden, zeker. 21 tokens, jongens, voor het fenomeen, de fenomenen. Baby Icon Ronaldinho. Even zijn stats. Zwak been, 4. Skill moves, 5. Dat hij kan skillen, dat is duidelijk. Zijn versnelling, ja, dat is toch een groot probleem. En zijn fysiek. Oké, jullie zagen het ook in de thumbnail. Er stond bij mij, bij Ronaldinho, een kruis. En dat betekent dus, ik raad hem niet aan. Gebruik geen 21 tokens voor Ronaldinho 89. Of je moet echt fan van hem zijn. Dit moet je lievelingsspeler zijn. En je wilt een Ronaldinho in je team. Maar kan ik hem aanraden? Nee. Ik kan hem niet aanraden. Hij is te sloom om voorin te lopen. Hij is te zwak voor op nummer 10. Want hij wordt heel erg moe. Weet je, het is als ik naar deze kaart kijk. Ik kan niet een goede positie voor hem vinden. Ja, als je hem gebruikt, zou ik hem op nummer 10 gebruiken. Maar ja, ik heb toch wel liever iemand die gewoon wat sneller is. En ook het langer uithoudt op die positie. Minimaal 80, 82 is wel belangrijk op die positie qua uithoudingsvermogen. Anders kan je hem gelijk wisselen in de 70-80 minuut. En zijn snelheid is ook niet zo dat je denkt van wow, weet je, daar ga ik met een counter even iemand ermee uitcounteren. Een hele leuke speler, dat is het wel. Kijk, het is een speler, ik heb hem vorig jaar heel vaak gebruikt op FIFA 19. Het is een hele leuke speler, je kan er gewoon mee ouwehoeren. Het is dat ik heel graag Ronaldinho in mijn team wilde, omdat ik zijn 91 niet kon krijgen. Maar ja, het is niet een speler waar ik mijn tokens aan zou gaan gebruiken. Ik denk dat je namelijk heel snel uitgekeken bent op deze Ronaldinho. Dat is geen grap, maar je bent er heel snel op uitgekeken. De nummer 10 positie en de spits even in het 4-2-3. Daar praat ik even mee, omdat dat een veel gebruikte formatie is. Of 4-4-2. Ja, dan ga je Ronaldinho niet heel lang op 10 houden. Ook als jij dus 4-4-2 gespeeld of wat dan ook. Ja, waar moet je hem dan zetten? Aan de flank ga je hem niet doen, dan is hij te sloom. En in de spits ga je hem ook niet zetten. Deze kaart is geen spits, lijkt mij. Daarom, jongens. In die zin is het best wel lastig. Ik heb geen goede positie voor deze kaart. Misschien dat jullie wel een goede positie hebben. Misschien zie ik dingen over het hoofd, maar ik zou het niet doen. 21 tokens, enige icon, Ronaldinho. Nee, zou ik niet doen. Oké, jongens, we komen bij de laatste 2 spelers. Allebei 23 tokens. Dat betekent dus dat je 1 token niet hoeft te voltooien. Er zijn dus, zoals ik weet, 24 tokens beschikbaar. Doe jij dus een van deze 2 spelers, en dit zijn wel 2 spelers die we misschien wel tegelijk kunnen gaan behandelen, dan hoef jij dus eentje niet te doen. Laten we even kijken, jongens, naar deze 2 spelers. Het zijn eigenlijk 2 dezelfde spelers. Allebei een CDM. Allebei, laat ik het vast voorop zeggen, bizar goed. Ze hebben ook ongeveer dezelfde statistieken. Kijk, pasen 80, 81. Snelheid 85, 81. Schieten 75, 76. Dribbelen 82, 79. 90 defend tegen 86. En 90 fysiek tegen 89. Als we even kijken naar deze 2 spelers. Het grootste verschil in deze 2 is dat Essien sneller is, toch beter kan schieten en kan dribbelen. En uiteindelijk dus ook gewoon beter kan verdedigen. Maar Vieira, jullie kennen hem allemaal, het is de meest OP CDM bijna van heel FIFA, is gewoon wel meer een beest. Hij is wat groter, hij is wat meer aanwezig. En het blijft Vieira, ja, er zit gewoon iets unieks in hem. Dat komt waarschijnlijk omdat het gewoon echt een lange rennende vrachtwagen is. Hij stopt niet met rennen, hij stopt niet tot hij heeft gevonden en heeft vermoord. Nee, hij blijft je achterna zitten en dat is wel het lijpen aan Vieira. Vieira heeft iets wat bijna geen één andere speler als CDM of CV heeft in FIFA. Je zou hem zelfs als CV kunnen zetten, dan heb je echt een lijpe centrale verdediger. Maar goed, als we heel even kijken naar de statistieken.
Ja, dit vind ik allemaal prima. Aanvallend werktuig was normaal. Dat is niet heel, heel chill van CDM, maar goed. Het is prima. Kan ziek verdedigen. Zijn uithoudingsvermogen, zijn kracht, agressie is bizar goed. Pasen is ook heel chill. 86 korte paas, 50 lange paas. Ga even naar Eschen. Ja, die heeft nog betere pasing. Korte paas en lange paas. Hij is nog sneller. Uithoudingsvermogen, kracht, agressie is ook heel hoog. Het enige verschil eigenlijk in die twee spelers is... Dus dat Eschen de kleinere versie is eigenlijk. Maar ook een hoog aanvallend werktempo heeft. Als ik zo kijk naar deze twee spelers... is voor mij de keuze best wel snel en makkelijk gemaakt. Ik zou Fiera niet aanraden om in deze icon swaps te behalen. In de maand dat we straks zitten, wanneer je hem haalt... zal waarschijnlijk januari, februari zijn... is het niet meer waard in mijn ogen om een 60 Fiera te hebben... maar wel daarentegen een 90 Prime Eschen. Onthoud even dat dit zijn babyversie is en dit zijn Prime. Was dit Prime Fiera of Mid Fiera, had ik het nog wel willen zien. Maar dit is baby en dit is Prime. In dit geval, jongens, zou ik Prime Eschen... echt kunnen aanraden. Dat is misschien wel de speler waar ik voor ga. Prime Eschen lijkt me heel vet. Ik zou voor Eschen gaan als je 23 tokens wilt gaan gebruiken en inspelen. Niet Fiera. Nee, dat zou ik niet doen. We gaan ze nog één keer even allemaal af, dames en heren. Van boven naar onder in dit geval. We beginnen dus even met Fiera. Ja, ik zou Fiera niet halen. Als je 23 tokens wilt besteden aan één speler, doe dat dan aan Eschen als CDM. Ik wil Dino zeker niet doen. Ik denk dat je er echt spijt van gaat krijgen. Ik denk dat het voor 10, 20 wedstrijden leuk is om hem te gebruiken. Uiteindelijk ben je er klaar mee. Ik zou hem niet aanraden. Del Piero, zeker. Kan ik je aanraden. Het is zonde dat je alleen Del Piero kan gebruiken. Maar ja, kan ik hem aanraden? Zeker. John Barnes zou ik niet doen. Luis Hernandez kan je ook doen. Zeker, kan je ook doen. Maar dan zou ik misschien eerder doorsparen voor Del Piero. Mid-icon pack... moet je gewoon een heel goed team hebben en scheid en niks te doen hebben. Dan moet je al die challenges en alles wel doen. Kans dat je iets goed gaat packen is natuurlijk ook aanwezig. Maar de kans dat je iets minder gaat packen is groter. Dus ja, het is leuk. Maar ik zou het denk ik niet persoonlijk gaan doen. Laurent Blanc, ja, dat is een speler twijfel ik heel erg over. Het is een speler die leuker is als centrale verdediger. Zijn 90 en 91 versie. Maar het voordeel is, hij kost maar 14 tokens. Dus je kan hem combineren met heel veel andere goede. Je kan hem combineren met Seedorf, Koeman, Brotta, Figo... Raoul, Van der Sar. Als je Van der Sar zelfs doet, hoef je maar 20 tokens te gebruiken. Doe Sambrotta. Oh nee, Sambrotta kan niet. Dan kom je 25 tokens. Nee, oké. Helaas, geen Sambrotta. Iedereen onder de 10 kan je wel gebruiken. Maar of ik het zou doen... Ik denk niet Laurent Blanc, sorry, nee. Gary Lineker, nee. Sol Campbell, zeker. Dat is wel een van mijn favorieten. Die kost wel 14 tokens, dat is jammer. Ik zou dan misschien Sol Campbell en Sambrotta willen doen... Die staat hier volgens mij. Ja, die komt hier. Dat was wel vet geweest. Heb je Sambrotta en Sol Campbell. Heb je echt twee bizar goede mensen voor achterin erbij. Maar goed, dat kan helaas niet. Dus dan zou ik Sol Campbell en Koeman misschien doen. Of Van der Sar. Maar ja, Campbell is wel echt een bizar goede centrale verdediger. Luis Figo twijfel ik over. Dat komt meer omdat het een rest buiten is. En ja, het is een leuke speler. Maar of je hem nou heel lang gaat gebruiken, ik weet niet. Ik zou eerder mijn coins aan een andere uitbesteden dan aan Luis Figo. Maar hij is het wel waard. Hij is een leuke speler. Het leuke is dus, je kan hem gebruiken met een Sambrotta bijvoorbeeld. Sambrotta en Luis Figo kosten 24 tokens. Die kan je dus allebei behalen. Heb je wel twee hele leuke spelers. Sambrotta zelf dan kan je ook combineren met iedereen die hier dus achter zit. En dat is wel een voordeel. Je zou kunnen zeggen, ik ga voor Koeman en Sambrotta. Of voor Seedorf en Sambrotta. Sambrotta überhaupt is wel heel vet om te hebben. Het is een respect die je het hele jaar door kan gaan gebruiken. En met dus iedereen die je hier ziet, kan je hem, ja... Oké, Socrates, nee, kan ik niet aanraden. Nakata, nee, zou ik ook niet aanraden. Robert Pires, leuke speler. Kost maar 10 tokens, maar nee, zou ik ook niet doen. Clarence Seedorf, 10 tokens, zeker. Zou ik je echt kunnen aanraden. 10 tokens, dus nogmaals in combinatie met een paar andere, aanraden. Koeman, ja, hij kost maar 10 tokens, dat moet ik onthouden. Het is niet een speler waarvan ik denk, hij is heel goed, hij is bizar goed... Hij kost maar wel 10 tokens en dat is wel een chill iets. Je kan hem dus combineren met Seedorf en Sambrotta en iedereen wie ik net opnoemde. Voor 4 tokens meer zou ik eerder wel voor Campbell gaan dan voor Koeman. Maar goed, je kan hem wel halen. Raoul, nah, denk het niet uiteindelijk. Van der Sar, jongens, ja, een speler die ik zou kunnen aanraden. Ja, ik denk het wel. Dat betekent wel, dus als jij misschien iemand bent die je gewoon niet heel veel tokens gaat uitgeven. Misschien heb je maar straks 16 tokens. Kan je dus Koeman en Van der Sar, dat is wel vet. Heb je twee legendarische Nederlandse spelers achterin.
Gero, nee. Rijkaard, nee. En Baby Moore, ook niet. Goed, dames en heren, dit was mijn video. Dit is mijn team trouwens op het moment, as we speak. Maar ja, dit was mijn info naar jullie. Ik hoop dat jullie iets aan hebben gehad, dat jullie keuzes hebben gemaakt. Laat even in de reacties hieronder weten welke spelers jullie zeggen, nou, daar moet jij voor gaan, Pasky. Of daar ga ik voor. Laat het even weten als je zegt voor mijn team, nou, Pasky, daar moet jij voor gaan. Of zeg je van, nou, Pasky, dit is in mijn opinie voor mijn team het beste. Laat even weten wat jullie gaan doen en wat je zou aanraden aan mij. Vind ik best wel leuk om te weten. Goed, dames en heren, dit was de video. Ik hoop dat je aan had. Like nog even, abonneer en dan zien we elkaar de volgende keer weer. Ciao, ciao mensen. Bye, bye.